Ik ben Joyce, ik ben 19 jaar en ik doe de PABO in Alkmaar. Ik ben tweedejaars en ik loop stage in Nieuwe-Niedorp. Nou, ik ben gelovig opgevoed en ik heb eigenlijk al wel geloofd in God altijd. En toen het voor mij echt werd, was eigenlijk dat ik merkte dat God echt was. En dat was op opwekking tijdens een genezingsdienst. Waarbij het hele podium stond vol met tieners die allemaal genezen waren. En bijvoorbeeld iemand had zijn knie gebroken en die kon opeens weer alles doen, springen, dansen, alles. En op dat moment dacht ik van wow, oké, dit is wel echt heel cool. Dus ja, God moet wel echt zijn. En ik, niet dat ik dat gevoel niet had, want eigenlijk heb ik dat gevoel altijd wel gehad. Ook door hoe ik ben opgevoed in Afrika. Dan zie je de dankbaarheid van de mensen die in Afrika wonen, die niks hebben. En toch zijn ze zo dankbaar en zijn ze allemaal vol Gods liefde, zeg maar. Dus dat heeft mij heel erg geraakt en dat neem ik altijd dan mee in mijn leven nu, zeg maar. Nou, toen ik in Nederland kwam, toen gingen we dus hier naar de kerk in Shalom. En er waren best wel regelmatig doopdiensten. En ik vond die diensten eigenlijk altijd wel heel erg leuk. Ik vond dopen gewoon zoiets moois dat je gewoon je oude leven aflegt. En dan opnieuw begint als het ware met God samen. Dus ik dacht, nou, dat ga ik ooit een keer doen. Want ik hou, ik geloof ook in God. En ik wil het ook aan andere mensen laten zien. En toen kwam dus de oproep van, wil je laten dopen? Dat kan nu. Dat was anderhalf jaar geleden voor mij. En dus ik ging nadenken van, waarom zou ik me willen laten dopen? En ik had eigenlijk niet echt een reden waarom ik het niet zou doen. Behalve dat ik, ik vond een speech geven als het ware, vond ik best wel spannend. En maar ik dacht, dat is geen reden om mij dat tegen te laten houden, dat ik niet zou lopen. Dus ik, ik ging gewoon dopen. En ik ging dus mijn speech voorbereiden. En ik dacht van, wat moet ik echt zeggen? Want ik heb helemaal niet zo'n spannend verhaal dat ik helemaal gered ben als het ware door God. Of dat ben ik, maar niet dat ik helemaal in de put zat en dat ik helemaal door een heel groot wonder ben waar ik nu ben. Dus ik dacht, wat moet ik dan zeggen? Dus eigenlijk kan je alleen maar dankbaar zijn als je niet zoiets hebt meegemaakt. Dus dat was ik ook. En toen dacht ik van, dan ga ik gewoon allemaal redenen die ik wel heb, ga ik opschrijven. En ook heb ik geen heel speciaal verhaal, als het ware. Ik heb wel genoeg redenen waarom ik wel zou dopen. En dat heb ik gedaan. De reden die ik had was, ik geloof in Jezus en ik wil het aan iedereen laten zien. En dat wil ik doen door te laten dopen. En dat ik gewoon in mijn hart een bewuste keuze had gemaakt van ik geloof in God, ik ga het de mensen laten zien en ik ga voor de rest van mijn leven, wil ik met God leven. En ik geloof ook dat door de doop dat je soort van in een nieuwe fase van je geloofsleven komt. En ik was daar wel klaar voor. Ik dacht, ik wil gewoon groeien in mijn geloof. Groeien met God. En dat aan andere mensen laten zien vooral ook. Voordat ik gedoopt werd, die avond zeg maar, kwam er iemand naar me toe. En die zei van, Joyce, als je straks bent gedoopt, hoef je niet bang te zijn dat je, het maakt er niet uit als je fouten maakt. Fouten maken is niet erg als je gedoopt bent. Je hoeft niet, je bent mens en je kan fouten maken en dat is niet erg. Want je mag gewoon dan God vragen om vergeving daarvoor. En dat heeft wel voor rust gezorgd, denk ik. Want ik vond het best wel spannend om gedoopt te worden. En ik dacht ook van ik moet dan echt gewoon perfect zijn. Maar dat hoeft helemaal niet, dat kan ook niet. En dus dat. als je gedoopt bent, dan mag je fouten maken. Dat is helemaal niet erg.